Prijswinnend fotograaf maakt boek van rivierenfoto's. Maroon 5 komt komende zomer naar het Goffertpark. En Nijmeegse fotografen op tweede plek in fotowedstrijd. Grote kans dat jij het ook wel eens hebt gedaan. Een foto gemaakt van een van de prachtige rivieren bij ons in Gelderland. Prijswinnend fotograaf Flip Fransen uit Ubbergen deed het ontelbaar vaak. Uit enorme bergen foto's heeft hij nu een boek samengesteld. Als de vader van Flip even los wilde komen van zijn drukke bestaan, reed hij naar de rivier. Daar kon hij zijn alledaagse stress in het Maaswater gooien. De kleine Flip mocht mee in de auto. Ik zat daar dan als kleintje lekker naast en ik genoot van het water. En zo had hij ook een spaarzaam momentje. Zijn vader helemaal alleen voor zichzelf. Op die manier had je dan als kind ook een beetje quality time. De liefde voor de rivier voelt hij nog steeds. Het is altijd een rode draad in het leven gebleven. Flip doet als volwassene hetzelfde als zijn vader. Ontspanning zoeken bij het water. Dan kom je weer een beetje leeg terug. En dan kan het weer beginnen. Het Gelderse landschap en haar inwoners zijn vervlochten met al dat water. Hele machtig mooie rivieren die ons leven beïnvloeden. Prachtig en tegelijkertijd boezemt het ontzag in. Bij mij zit dat dan in elke vezel zo van, oh weet je wel, dit is niet gewoon water wat langskomt. Dit is echt een soort oerkracht gewoon. Het boek van de fotograaf is een ode aan de rivieren. Een eerbetoon aan het gebied. De combinatie van lucht en water. Fotografisch is dat sowieso een bijna een goudmijntje. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws een kasteel op een boot. Misschien heb je het bijzondere vaartuig inmiddels al aan de Waalkade zien liggen. Deze week is hij er voor het laatst en wij namen nog even een kijkje. De Amerikaanse band Maroon 5 staat op zondag 25 juni 2023 in het Nijmeegse Goffertpark. De band is onder meer bekend van de hits This Love, Moves Like Jagger en Payphone. De show in het Goffertpark is onderdeel van de reeks nieuwe aangekondigde concerten in het Verenigd Koninkrijk en in Europa. De kaartverkoop start aanstaande vrijdag om 10 uur via Ticketmaster. De nieuwe Ewijkse wijk Hoge Woerd gaat er komen. Het zal een herinnering gaan worden aan oeroude boerderijen die archeologen op de plek gevonden hebben. Het besluit om 150 woningen te gaan bouwen is deze week genomen door de gemeente van Beuningen. In eerste instantie leek de bouw niet door te gaan vanwege een tekort aan geld en de waardevolle spullen die nog in de bodem lagen. Deze problemen zijn nu zo goed als opgelost. Alhoewel er nog steeds veel dingen op de bodem liggen. De gemeente Nijmegen krijgt 24 miljoen euro extra van het Rijk om de infrastructuur rondom nieuwbouw te verbeteren. Zonder deze investeringen worden de nieuwe woningen volgens de gemeente letterlijk en figuurlijk onbereikbaar. Het gaat om de gebieden Winkelsteeg en de nieuwe stationsomgeving. In deze gebieden worden tot 2030 ongeveer 7500 woningen gerealiseerd. Met dit geld wordt de hele infrastructuur rondom de Winkelsteeg aangepast. Rondom het stationsgebied wordt de bereikbaarheid sterk verbeterd. Twee Nijmeegse fotografen zijn beide tweede geworden in een fotowedstrijd van het tijdschrift National Geographic. Paul Beckers nam met deze foto deel in de categorie landschap, waarop verschillende Nijmeegse bruggen te zien zijn. Fotograaf Carsten Rus nam deel met deze doordringende vogel in de categorie dier. Beide foto's waren dus goed voor een tweede plaats in hun categorie. De Nijmeegse band Neverone heeft voor aankomend voorjaar een nieuwe clubtour aangekondigd en zal daarbij tevens een nieuwe plaat uitbrengen. Op 3 maart staat de band rondom Marijn van Haren in het Nijmeegse Doornroosje. Deze show zal meteen de release show worden van het nieuwe album dat 5 zal heten, geschreven als het Romeinse 5-teken. De tour van 6 weken wordt afgesloten in het Amsterdamse Paradiso en de kaartverkoop is inmiddels al gestart. Vandaag is het feest op de Goffert, of eigenlijk op de Eendracht. Op 15 november 1900 werd voetbalclub Eendracht opgericht. Voetballen was in die tijd een elitesport en zover we nu weten was Eendracht de eerste club die opgericht werd door arbeiders en volksjongens uit Nijmegen. In april 1910 fuseerde Eendracht met de voetbalclub NVV uit Nijmegen en ging verder als de Nijmeegse Eendrachtcombinatie, oftewel NEC. Tot eind jaren 30 speelde NEC niet eens op de huidige locatie, maar op de Hazekampseweg. Pas toen het Goffertstadion geopend werd, verhuisden ze naar de huidige locatie.
De Eendracht, waar zowel de amateurtak als de profs voetballen, is vernoemd naar de voetbalclub die vandaag dus een beetje jarig is. Sinds oktober ligt er een bijzondere boot aan de Waalkade in Nijmegen. Het is een boot met erop een soort kasteel. Wie nieuwsgierig is naar wat er op de boot te zien is, moet er snel bij zijn. Want dit is de laatste week dat de boot nog in Nijmegen ligt. Wij namen eerder alvast een kijkje. Waarom is die boot nou eigenlijk gemaakt? Dat is bedoeld, nou, ten eerste voor mij dus, om erop te leven dan. Hè. De mensen daarvan kunnen, ja, dat ook mee kunnen krijgen. Hè. En dat ze dus hopelijk dan binnen kunnen komen. Dus, hè, om dat van binnen te zien dan. Hè. Op de boot kan je zien hoe mensen vroeger leefden. Ook zijn er opgezette dieren, harnassen en verschillende wapens te zien. Kort te maken, dat is mijn kinderdroom dus. Hè. Ik ben als kind al was ik al gek van ridders. Hè. En dan moest ik ook iets bijzonders als ridder. Dus, hè. En dan wou ik naar de mensen toe, maar niet zomaar dan. Hè. Dan wil ik de zo doen, heb ik gedacht van een kasteel op land, dat is dan niets. Dus, hè, want dan moeten de mensen naar mij toe komen, maar ik moet de mensen dienen dan. Hè. Dus zodoende heb ik gedacht, van dan bouw ik een kasteel op een vlot. Maar het is een schip geworden, dus hè, vandaar de naam Vlotburg. Ja, dat is mijn droom in een wereld. Dus, hè. En om als ridder te leven, en het is heel belangrijk natuurlijk, dat als ridder, dat je heel wat bijzonders dus hebt. Hè. En om zo'n bijzonder iets, ja, dat creëer je niet zomaar dus, hè. Vandaar dat ik het zelf moest bouwen dus, hè. Wat maakt de boot nou zo bijzonder? Ja, je maakt iedere keer wat mee dus, hè. Ja, en wat er heel bijzonder is wat je meemaakt. Ja, de bouw ervan is heel bijzonder dus, hè. Want ik heb hele oude balken van 600, 700 jaar oud, die ik erin verwerkt heb natuurlijk dan, hè. Dus, zo'n 60 ton dus aan hout en zo dan, hè. Dus ja, en dat is daar natuurlijk heel bijzonder om dat allemaal zo te creëren als mijn droom dat aangaf dan, hè. Ja, het mooie weer is voorbij en het beeld van deze week is een beetje net als op deze foto, natte herfstbladeren. Veel beter wordt het namelijk niet, het blijft wisselvallig en langzamerhand wordt het ook wat kouder. Ja, morgen vallen we eigenlijk tussen twee regengebieden in. Vanavond en vannacht regent het ook aardig door. Morgenavond gaat het dan ook weer opnieuw regenen. Maar morgen overdag is eigenlijk een prima dagje. Temperaturen lopen dan op naar zo'n 13 graden. Donderdag belooft ook een wisselvallige dag te worden, maar de hoeveelheid regen valt dan eigenlijk wel mee. De dagen erna wordt het wel weer langzamerhand wat rustiger, maar het wordt ook kouder. Met in het weekend maximaal nog zo'n 7 graden overdag. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube kanaal. En volg je ons ook eventjes op Facebook, Twitter en Instagram. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. Graag tot morgen!